Het jeugdbeleid, dat laat je helemaal nooit meer los. Maar als u het goed vindt, eerst maar eens even dat compliment en die felicitatie richting al die wethouders die nu aantreden als wethouders onderwijs en jeugd. Want die krijgen in de komende periode het natuurlijk zo fantastisch. Enerzijds hier, we staan in Den Haag voor het Binnenhof, komt er een heleboel van de verantwoordelijkheid voor het jeugdbeleid eindelijk eens een keer bij die wethouders. Dat willen we, want jeugdbeleid is lokaal beleid. Je kan het niet met elkaar vergelijken. Je kan niet zeggen dat de problematiek bijvoorbeeld in Groningen, waar we heel veel jeugdwerkeloosheid kennen, dat die vergelijkbaar is met de Randstad. Stedelijke gebieden waar je ziet dat er multiproblem gezinnen zijn. Of bijvoorbeeld in Venray en het zuiden van het land waar ze weer drugsprostitutie en loverboys hebben. Dus die mensen die krijgen nou eindelijk eens een keer de kans om dat jeugdbeleid, lokaal jeugdbeleid, tot hun verantwoordelijkheid te maken. Daarvoor eerst complimenten. Ja, nu pakken we eindelijk door. Dat heeft even tijd nodig gehad en daar kan ik me ook van alles bij voorstellen. Maar het is verstandig dat die provincies nu een terugtrekkende beweging maken. Dat gaat ook niet van de ene dag op de andere dag. En zeker voor de kleinere gemeentes moet dat heel zorgvuldig in kaart worden gebracht. Maar daar waar lokaal jeugdbeleid echt het primaat is van de wethouder, moet wel zorgen dat hij straks goed geoutilleerd ook dat kind centraal kan zetten. De urgentie van het jeugdbeleid is volgens mij niet wezenlijk anders. Die jongeren zijn niet veranderd. Maar nog steeds zien we dat er op een hele verkokende manier, hier vanuit Den Haag, maar zeker ook op lokaal gebied, naar die jongeren wordt gekeken. Hoe komt dat? Nou, we zijn niet goed in staat om tegenover die vragende jongeren ook een juiste overheid te plaatsen. Dus als ik nu zie dat we 3 jaar na datum nog steeds bij het ministerie van Onderwijs met name kijken naar de voortijdig schoolverlaten. Of bij het ministerie van Vrom met name de hangjongeren zien. Of bij VWS de te dikke tiener. Of bij justitie de jeugdcrimineel. We zien dat kind niet. En eigenlijk moet je dat proces omdraaien en je realiseren dat als je nou aansluit bij de levensloop van dat kind en je vraagt je af hoe kunnen we zo efficiënt en doelmatig mogelijk signaleren en interveneren en monitoren wat er rond dat kind vanuit de overheidsbemoeienis moet gebeuren, dan draai je het proces om. En vergeten wij overigens niet, want anders denken we dat het alleen hier in Den Haag niet goed gaat. Wat mij recent is opgevallen bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen en de zorg daarvoor in grote steden, is dat die soms in 7, 8, 9 loketten hun gang moeten halen. En dat betekent dat je voor speciale huisvesting, voor apart vervoer, voor aanpassing van het onderwijs, voor aanpassing van wat voor zaken dan ook, je PGB, moet je telkens naar een ander loket. Maar dan zou er veel meer samenhang komen. Die samenhang hebben we nog niet goed op de kaart gekregen met elkaar. En daar is denk ik de komende periode ook voor. Komt overigens ook omdat als je vanuit Den Haag, vanuit al die kokers, maar ook vanuit de provincie en dan ook nog eens vanuit de steden, met al die kokers komt en de financiële middelen daarop afstemt en de verantwoording daarop afstemt, ja, dan organiseer je heel veel bureaucratie, heel veel administratieve lasten. En ja, die klacht horen we toch in het jeugdbeleid nog steeds. Het gaat iets beter, maar we zijn er absoluut nog niet. Ik denk dat iets heel goeds wat in stelling is gebracht, dat zijn de zorgadviesteams. Wat we daarmee wilden bereiken was dat je meteen bij de vindplaats, dat is vaak de school, ziet dat een kind op de een of andere manier ontspoort. En daarover met meerdere disciplines gaat praten, zodat je ook kan blootleggen wat is er aan de hand. En dan ook actie onderneemt, dus dat is goed. De Centra voor Jeugd en Gezin zijn er natuurlijk gekomen, nog niet heel erg veel, want daar hebben we er wel een paar honderd meer van nodig dan er nu zijn. Dat is ook even wennen. Hoe ga je met elkaar functioneel en ook praktisch om als het gaat om het vormgeven van het jeugdbeleid? Dus dat is in stelling gebracht. Dus met name die instrumenten die er zijn. Hè? En nu moeten we eigenlijk ook nog aan de andere kant doorpakken, want mijn idee was wel, als je dat Centrum voor Jeugd en Gezin hebt, waar je een laagdrempelige faciliteit hebt om binnen te lopen als ouders, informatie te krijgen, zorg te krijgen die je nodig hebt, dan heb je dat deel van het bureau jeugdzorg niet nodig. Het andere deel van het bureau jeugdzorg, wat te maken heeft met dwangmaatregelen, dat zou dan moeten naar de veiligheidshuizen, de regionale veiligheidshuizen. Nou, als je die splitsing maakt, kan je nu ook doorpakken en zeggen, het is ook nu tijd geworden om in ieder geval 1 gremium ertussen uit te halen, die bureaus jeugdzorg. Dat moet je op een hele verantwoorde manier doen. Maar dan krijg je natuurlijk dat je langzamerhand ook echt slagen maakt in het reduceren van alle bureaucratie en administratieve lasten. Sommige gemeenten zijn er heel goed klaar voor. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de G4, dan is het jeugdbeleid daar eigenlijk al in hele belangrijke mate in goede handen. Dat zijn de 4 grote steden. Dat zijn de 4 grote steden. De 31 steden die in Nederland, zeg maar de G31, de grote 31 steden vormen, ook vaak. Het is heel erg afhankelijk van de mensen.
wat mij is opgevallen, en ja, ik noem ze natuurlijk niet, maar er zijn een paar zulke parels onder die wethouders in de afgelopen periode geweest, die met ziel en zaligheid de jongeren centraal hebben weten te zetten. En die hebben nog heel veel meer gedaan dan wij vanuit de operatie Jong überhaupt konden realiseren. En het gaat niet alleen om die wethouders, die krachtig en daadkrachtig moeten opereren, maar zeker ook om de ondersteuning die ze krijgen. Daar is uw vraag ook een beetje naar, kunnen ze dat? Nou, de vrees is dat die kleinere gemeentes niet alle faciliteiten kunnen bieden die nodig zijn om dat kind centraal te kunnen zetten. Hoeveel bezieling een wethouder misschien ook heeft? Ja, dat klopt. Want als je ergens in, weet ik het, Heerhugowaard zit, dan kan het nog wel. Dan zit je in de buurt van een centrumgemeente. Maar dan zit je ergens in het noorden van het land, helemaal in een uithoek. En dan zit daar natuurlijk niet in de buurt een jeugdpsychiater of andere voorzieningen die je wellicht nodig zou hebben. Wat wij moeten doen met elkaar is gewoon cirkels trekken van bereikbaarheid, in fysieke zin en in overige zin, rond dat kind en kijken waar heb je nou nodig dat welke faciliteit aanwezig is. En dan ga je onderling met bijvoorbeeld die centrumgemeente organiseren dat het in ieder geval beschikbaar en bereikbaar is voor zover dat nodig is. Je hoeft niet in elk dorp een kinderpsychiater te hebben, maar het is wel wenselijk dat hij bijvoorbeeld binnen een uur of een half uur reisafstand zit. Zo moet je het organiseren en dan komt dat goed voor elkaar. Wat we heel goed moeten proberen te organiseren, daar zijn we nog niet klaar mee, is het moment waarop je signaleert dat het met een jongere niet goed gaat. Wanneer het bijvoorbeeld bij het zorgadviesteam terechtkomt, het daar besproken wordt, de verantwoordelijkheid wordt genomen door een van die hulpverleners om daar dan ook invulling aan te geven. Koppelt dat dan ook weer terug in zo'n zorgadviesteam. Dat het signaal daarvan gaat naar het Centrum voor Jeugd en Gezin, zodat men weet, hé, er is daar iets aan de hand. Dat je ook breder leert kijken, dus je niet alleen maar bezighoudt met dat kind, maar ook met broertjes en zusjes. Gezinsleden daaromheen, wat er ook maar in de buurt nog rondhobbelt. Dat je daar vandaan ook weer monitort wat er gebeurt als het minder goed gaat. Dus tot en met de justitiële jeugdinrichting toe. Dat je dat proces in de gaten houdt en met elkaar afstemt. En daar moeten we een verbeterslag maken. Op dit moment zie je dus wel dat scholen die zorgadviesteams hebben. Dat er in een aantal gemeenten ook een Centrum voor Jeugd en Gezin is. De samenwerking daartussen, het onderling uitwisselen van informatie, is nog niet goed. Je ziet dat ook weer bijvoorbeeld met de invulling van het elektronisch kinddossier en de verwijsindex. En voordat die jonge wethouders die nu net aantreden daar ook grip op krijgen, wat is nou de bedoeling van die instrumenten? Hoe moet ik dat nou op de een of andere manier gebruiken om dat jeugdbeleid te optimaliseren? Dan ben je wel even een stukje verder. Die wil is er, zeker vanuit de hulpverleners. En dat is ook de grote kracht die je moet zien te mobiliseren. Je moet die mensen in hun kracht zetten. Je moet ze ook vertrouwen, ook als professional. Het zijn professionals. Dat doen we eigenlijk niet, hè? Want we vragen voor alles verantwoording en prestatieindicatoren. Je wordt helemaal suf van wat die mensen aan informatie moeten aanleveren voor de financiële middelen die ze krijgen en de verantwoordingsdrift. Dus ja, stel meer vertrouwen in die professionals. En dan gaat men die aanpalende terreinen ook wel opzoeken. Omdat je dan de verantwoordelijkheid van zo'n professional ook uitbreidt. Je zegt dan van ja, maar je bent niet klaar als jij op jouw smalle individuele terrein je zaken voor elkaar hebt. Maar je moet dat kind als geheel zien. Niet alleen ieder kind, maar ook heel het kind. En dan opeens zie je dat als het leven van die jongeren opknapt, dat dat effect heeft voor die ouderen. Dat die in een veel plezieriger samenleving terechtkomen. Jongeren begrijpen het woordje samenleving heel sterk. Dus een centrale boodschap voor die wethouders die zich nu afvragen hoe moet ik dit doen, ga met die jongeren in gesprek. En ga eens gewoon met een aantal heel welwillende jongeren een jongerenpanel vormen waar je ook beleid aan voorlegt en zegt, nou, dit ben ik van plan, hoe zien jullie dat nou? En het is vaak een groep waarover gesproken wordt, zonder dat je er mee praat. En wat heel erg goed werkt is die jongeren ook voor jou als ambassadeur laten optreden. Zodat zij ook uitdragen van, hé, we doen ertoe. De complexiteit wil niet zeggen dat je er niet van kan genieten. Want op alle verschillende onderdelen, of het nu is het onderwijs, of zelfs rond de justitiële jeugdinrichting als het echt fout is gegaan, of gewoon het geven van vertrouwde en goede informatie aan kinderen, en dan ouders overigens ook, daar is zoveel vreugde te behalen, omdat je iedere keer een gezin en een kind helpt. Dus het is heel complex, zeer uitdagend, maar het is waarschijnlijk ook de functie die de meeste bevrediging in de komende periode gaat geven.